Ik heb het wel gek gevonden dat de eerste blijft niet en de tweede blijft niet. En het is allemaal leerschool. Jezus, waarom is het dan? Vanuit gaan hè, dat je allebei gezond bent. Ja. Bestaat mijn relatie 60-40 uit seks? 60% seks. Echt waar? Ja. Welkom bij Eelvi en leuk dat je kijkt naar een volgende aflevering. Seks met dit keer Ruud Wild. En de waarheid is hier. Ik vind je niet de beste, ik vind je de allerbeste! En zo komen wij bij niet alleen een waanzinnig discjockey, maar ook een fantastisch kunstenaar. Eigenlijk is hij alles in één, Ruud the Wild. Nou ja, ik hou van drie dingen. Dat is van motorrijden, van muziek en kunst. En alle drie vrijheid. Alle drie, met kunst mag ik vrij zijn om te maken wat ik wil. De ideale radio die ik maak is vrij. En motorrijden, dat is ook vrijheid. Op NPO Radio 2 maakt Ruud de Wild dan de allereerste volwaardige radioshow onder water ooit. En nu? In een luchtballon? Nu ga ik die stand-in bedanken. Ruud, dankjewel dat we in jouw atelier mochten komen. Welkom. Ja. De eerste keer dat ik in jouw vorige atelier kwam, toen schreef jij in een boek van jouzelf voor mij... Het lijkt me leuk om nog eens een keertje over mannen in jurken te praten. En in de afgelopen jaren heb ik me telkens afgevraagd, hoe kwam je erbij om nou net dat op te schrijven? Nou, omdat ik ook vorige week aan iemand als antwoord gaf dat ik een raketbewonderaar ben. Dus niet alles is te peilen, denk ik. Okay. En ook te lijden. Ik denk dat ik me dat toen afvroeg. Ja? Oprecht, ja. Oké, okay. Dat mag. Maar ik moet ook zeggen dat ik ergens, als ik bijvoorbeeld Robbie Williams zie in een video die dan verkleed als vrouw is of travestiet of in ieder geval een jurk aan heeft, ja, dan heb ik daar moeite mee. Oké. Okay. Dus misschien heb ik in een vorig leven wel iets met jurken gehad. Dat zou kunnen. Ja, nou misschien is het wel ook een beetje te herleiden naar het gezin waar jij in bent opgegroeid. Want jij bent... Nou, we hadden niet allemaal jurken aan, hoor. Nee. Maar waar jij moeite mee hebt. En wat voor ideeën jij over relaties, over seksualiteit, over wat is normaal en wat is abnormaal... Ah ja, dat kan. Wat je hebt meegekregen. Ja. En dat bijvoorbeeld het zien van mannen in jurken, dat iets is wat voor jou niet helemaal oké voelt. Of dat je nee, ik weet niet, maar ik ben helemaal niet homofoob of zo. Maar misschien vind ik het esthetisch wel niet mooi. Gewoon niet mooi. Nee, dat kan ook. Ja. Het gewoon niet. Want als ik denk aan mannen in middeleeuwse kleding, weet je ook, lange gewaden, of tenminste langer, vind ik het ook niet mooi. Nee. We zijn hier vandaag om onder andere over relaties te praten. Begrijp jij relaties, hoe ze werken? Ik begrijp relaties wel, maar relaties begrijpen mij soms niet. Want wat begrijpen zij niet van jou? Nou, dat ik niets is wat het lijkt in het leven, heb ik altijd geleerd. Dus iemand zeg maar, bestempelen met moeilijk of het is allemaal, mijn moeilijk is niet jouw moeilijk, begrijp je? Dus elkaar laten. En heel willen laten en willen helpen of juist willen ontzien of willen begrijpen. Relaties heel veel willen. Dus als je zegt, begrijp je relaties? Ja, maar wil jij dingen? Nee. Nee. Want ben jij een fijne partner binnen een relatie? Ja, dat moet je mijn partners vragen. Heb je het ze zelf wel eens gevraagd? Ja, maar het antwoord is zo divers, ja, dat ik daar niet één, ik kan daar niet één blend smaakachtig iets aan hangen. Nee. De ene vind ik me heel moeilijk, de andere vind ik me heel makkelijk. Oké, nou dus of je een vaardige partner bent, dat is iets, dat moeten we aan je... Een vaardige partner, zeg je dat? Ja, nou, ik ben een vaardige vader. Ja. En ik ben, geloof ik, wel vaardig in de dingen die ik doe of onderneem. Maar of dat zich altijd positief uit in een relatie, weet ik niet. Ben jij een vaardige minnaar? Ja, dat geloof ik wel. Ja? Maar dat is heel arrogant, hè? Of moeten we dat ook aan je partners vragen? Nou, ik heb nooit klachten gekregen, dan zegt iedereen dat. Maar daar ben ik wel benieuwd naar, want ik wel... Nee, ik geloof niet dat ik heel onhandig ben. Nee? Nee. Jij komt uit een groot gezin.
als ik me niet vergis, een vader als dominee. Ja, je voorganger, zoiets. Voorganger. Ja. In ieder geval, het geloof een soort heeft een... Doe het zelf, kerk. Oké. Maar het geloof heeft in ieder geval een zeer bepalende rol gespeeld in jouw leven. Ja. En dan ben ik heel benieuwd naar wat dat voor jou heeft betekend over de boodschappen die jij meekreeg. Over relaties, over seksualiteit, over het stukje delen van intimiteit. Ja, mijn ouders komen uit de tijd dat in de encyclopedie stond nog bij homoseksualiteit raadpleeg huisarts. Dus nee, het was bij ons niet outgoing, out of the box, niet vrije geest. Nee, dat heb ik allemaal zelf moeten ontdekken. Relaties waren, ja, mannetje, vrouwtje, kinderen en een beetje oud. Ja. En God deed de rest. Waren ze gelukkig, denk je ouders? Nou, dat weet ik niet. Geen idee. Was dat een relatie die jij ook zou willen hebben later? Wist je dat of zag je dat? Nee, maar dat heb ik überhaupt niet. Maar ik wilde ook geen brandweerman worden. Nee. Maar dat... Ik vind in alles, geloof ik, qua familie wel atypisch, dus nee. Ja. En heb je het idee dat je uiteindelijk dan zelf wel een stukje seksuele ontwikkeling, relationele ontwikkeling hebt kunnen doormaken? Toen? Ja, toen ook al, toen je jong was daarna. Nee, want ik ben heel lang jong onhandig geweest. Later ook nog hoor, maar dat had natuurlijk zijn weerslag. Wat ik heel lastig vond, is contact maken, iemand vertrouwen. En als je uit een onveilige omgeving komt, familie, dan is het natuurlijk, dan ga je ook onveilig hechten later aan anderen. Ja. Dus dat heb ik wel moeten leren, leren ombuigen, omdenken. Ja. Maar dat maakt dus met de komst van kinderen werd het bij mij makkelijker om in ieder geval dat je dat liefde gradaties heeft en verscheidenheid en verschillende gevoelens. Kind is natuurlijk anders houden van dan van je partner, dan van je familie. Ja, want ik begrijp dat toen je oudste dochter geboren werd, dat pas voor jou het moment was dat je echt iemand kon gaan vasthouden. Ja. Dat je echt oprecht... Het was echt de eerste, dat ik wijs altijd naar de binnenkant van mijn hand, ja. Dat is voor mij een soort van de eerste keer dat ik echt voelde dat ik wat vastpakte. Ja. Iemand vastpakte. Ja, en jouw dochter, dat is bijna alweer een jonge vrouw ondertussen, ja. Je oudste dochter. Ga je daar dan heel bewust anders mee om? Met het haar dingen meegeven over liefde tonen, liefde ontvangen? En liefde wel, seksualiteit niet, want dat wil ze A, niet met me delen en B... Ik vraag want we gaan elke week samen ergens eten. Ja. Of eten in ieder geval. Zijn we een avond samen en dan praten we over alles. Ik zei altijd, hoe is het met de liefde? Hoe is het met je vriendjes? En, of zijn het vriendinnen? Of, nee, natuurlijk niet. En, dus, ja. Het is heel grappig. Maar we hebben wel bijzondere gesprekken. Want zij denkt vanuit het nu. En ik denk vanuit vroeger. En ook wel vanuit het nu. Maar ik ben natuurlijk anders samengesteld. En zij ook weer. Dus we hebben wel boeiende gesprekken erover. En om nou te zeggen, ik ben een... ik kan daar nog niet alles mee... ik kan nog niet alle gevoel thuis brengen, zeg maar. Voor jezelf, wat jij daarbij ervaart om die gesprekken te hebben. Nee. Omdat ik het ook niet helemaal kan invoelen waar zij zit. Ja. Omdat ik het zelf, dat ken ik zelf niet. Nee. Dus jij hebt dat stuk gemist eigenlijk waar zij... Nou ja, gemist, ik had het of niet. Of op een heel andere manier meegemaakt. Ja. 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 En ik ben een jongen en zij is een meisje, dus dat is weer anders. Maakt dat verschil, denk je? Ja, ik denk het wel. Want? Nou, ik denk dat meisjes anders omgaan met vriendjes... eerste keer verliefd worden, dat soort dingen, dan jongens zijn toch wat korter door de bocht. En was jij dat ook? Of ben jij weer een uitzondering op jongens? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, ik ben veel te gevoelig daarvoor.
Ja? Ik vond die eerste vriendin, dat vond ik allemaal verschuwelijk. Begrijp ik niet dat dat er allemaal bij hoort. Nee, serieus. Dat je dat moet meemaken. Dat je, nou ja, moet meemaken. Dat is een soort slachtofferrol. Maar ik heb het wel gek gevonden dat de eerste blijft niet en de tweede blijft niet. En het is allemaal leerschool. Ik denk, Jezus, waarom is het dan? Ja, was het leerschool? Ja, ik vond het altijd... ik heb daar gewoon niks mee. Met iemand in je hart sluiten en dan weer weg moeten. Weet je, dat vind ik allemaal wel ingewikkeld. Ja, maar als je, wat je net al zelf benoemde, als je over onveilige hechting, dan is dat ook onwijs lastig. Ja. Ja. Überhaupt om je aan iemand te gaan hechten op, ja, op een fijne, liefdevolle manier. Als ik al weet dat er tijdig, of tijdelijk, alles is natuurlijk hier op aarde tijdelijk, maar als ik weet dat het echt heel beperkt is qua tijd, ja, dan haak ik al af. Ja? Ja, dan is het net, ik ga ook niet mijn hart... Als ik alleen in de trein naar Parijs zit, ga ik ook niet mijn hart volledig openen met iemand die tegenover me zit. Dan heb je toch een gereserveerd. Met de relaties heb je natuurlijk nooit de zekerheid dat het blijft. Nee, maar ik hoef ook geen garantie. Ik wil alleen wel dat het behapbaar is. Je gaat niet dat je met je jeugdliefde hoeft te blijven. Maar het is natuurlijk een heel raar fenomeen dat je iets aangaat met iemand wat volgens mij bedoeld was als langdurig. Maar wat dan helemaal niet langdurig is. Maar geloof jij wel in het idee dat mensen elkaar in hun, in hun puberteit ontmoeten en dat die een leven lang gelukkig kunnen zijn samen? Dat is per persoon verschillend. Ik geloof ook niet in niet-monogamie. Of dat is een keuze. Ja? Dat moeten mensen zelf weten. Ja, dat vind ik allemaal zo'n gelul. Ja, het is niet zo. Nou ja, dat is niet zo. Hoezo is dat niet zo? Ja. Nou, maar is dat voor jou belangrijk? Meter is ook geen meter. Meter is een afgesproken eenheid ooit. Ja. En ligt één stukje meter in het Louvre. En daar kijken we allemaal naar. Want dat is de meter. En daar hebben we alles van afgeleid. Ja, nee, maar het zegt natuurlijk helemaal geen reet. Nee, maar is monogamie voor jou belangrijk? En wat betekent het dan voor jou? Ja, hè? Als die meter die meter is. Dat weet ik niet. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Mijn monogamie is die meter. Ja. En ja, dat, maar wat is dat dan? Dat is een eenheid die je met jezelf afspreekt. En met je partner? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat je eerlijk kunt zijn. Alhoewel, je hebt eerlijk zijn en te eerlijk zijn. Ja, want waar ligt voor jou dan? Nou, dat je als mensen die te eerlijk zijn, worden heel vaak onaangenaam of bot. Ja, maar dan zit hem ook in het directe, in het hard zijn. Of het dingen pijnlijk eerlijk maken. Ja. En als je, ik ben gewoon eerlijk. En je loopt over straat met je vriendin, in mijn geval dan. Je zegt, lekker wijf, leuke vrouw, dit ziet er goed uit. Dan zou ik verliefd kunnen worden. Dat is heel oncharmant. Wel eerlijk. Ja, maar eerlijk zonder rekening te houden met een ander. Exact. Ja. Ja. Maar, dan alsnog, wat houdt monogamie voor jou in? Als je dat afspreekt met jezelf. Dat je met iemand afspraken nakomt. Ja, dat denk ik. En wat zijn het dan voor afspraken? Dat verschilt, er ligt aan de afspraken. Heb je het idee dat het hele begrip monogamie tegenwoordig wat verwatert of wat ruimer wordt? Ik denk sinds de Linda en de Flair en de Viva is het al een beetje een soort van moderne... we hadden eerst zeg maar dat het meer over vrouwen moest gaan in de bladen en girl power. Mm-hmm. En na girl power kreeg je... de vrouwen moesten de baas zijn. En nadat is allemaal ook een beetje gestuurd mode gedoe. Hè? Mm-hmm. En na die vrouwen de baas zijn, is het vrouwen bepalen dan en we hebben mannen niet meer nodig. Ook goed, weet je. Maar dus wij kunnen net zo goed vreemd gaan. En nu blijkt dat vrouwen net zo vreemd gaan of whatever. Weet je, ik vind het allemaal helemaal niet zo boeiend. Want uiteindelijk is het alleen maar met dat die vrouw en die andere persoon, of dan man of vrouw, twee liefdes, dat die elkaar tegenkomen en dat die met elkaar de balans opmaken van wat is jouw wens, wat is mijn wens en hoe gaan we elkaar tegemoetkomen. Ja. En is dat iets wat je nu weet of is dat iets wat nee, jij dat weet ik altijd nu. Al nee, nee, dat zeker niet. Nee, als ik al die wijsheid had, dan zag mijn leven er heel anders uit. Ja?
Maar ik vind het niet heel, heel boeiend of mensen nou... ik heb ook nooit, maar serieus, nooit een mening... over mensen die het met een ander doen. Of ik ben ook helemaal niet geïnteresseerd. Omdat het, daar gaat het helemaal niet om. Dat is ook niet, het zijn niet mijn afspraken. Het boeit me niet. Ik vind het totaal niet aan de orde. Je vindt absoluut niet interessant wat een ander doet in zijn relatie dan wel een seksuele relatie. Nee, dat mag niet. Ook niet een beetje nieuwsgierig? Nee, want ik doe niet aan roddel en achterklap. Dat vind ik helemaal niet... laat die dan lekker zijn ding doen. Want weet je, niets is wat het lijkt, hè? Dat zei ik net. Als je mensen... mensen, dat is mijn les, mm-hmm. waarvan je het minst verwacht, doen de meest gruwelijke dingen. Mm-hmm. Nou ja. Stille wateren. Ja, dat denk ik. Ja, dus, je kunt het ook niet bepalen. Ja. Maar ja, ik doe ook niet aan roddel en achterklap. Maar ik ben wel ontzettend nieuwsgierig naar hoe andere mensen in hun relatie staan. Ja, maar en wat ze met welke reden? In principe professionele reden. Hè, vanuit mijn werk. Dat kan. Maar ik kan niet ontkennen dat ik dat zelf ook gewoon wel vanuit de ik heel interessant vind om te weten. En dat ik ook echt wel merk dat ik daar met een regelmaat dingen weer voor binnen mijn eigen relatie gebruik. Oké, dat kan. Ja, ik heb dat niet zo. Ik hoef niet te weten als mensen... laat ik het zo zeggen. Laatst kwam ik een stel tegen. En was in de supermarkt. Was om 3:30 middags. En die zeiden... Ja, nou, zo lekker zo'n dag. We komen net uit bed. Hele dag lekker in bed gelegen. Dacht ik, oké, hartstikke leuk voor jullie. Maar ik hoef het, niet, ik hoef het helemaal niet te en weten. En dat vertelde ze aan jou? Ja, ik weet ook niet waarom. Ja, weet ik veel. Maar dat hoef ik niet te weten. Maar dat hoef ik ook niet te weten. Het moet wel een soort van toegevoegde waarde. Maar wat bedoel je dan? Wat wil je dan wel weten? Gewoon heel veel. Ik wil bijvoorbeeld net als dat ik van jou wil weten. Hoe denk je over relaties? Wat vind je belangrijk? Hoe ben jij als partner? Oké, maar dan dat is in mijn relatie. Maar ik ben niet geïnteresseerd in wat andere mensen uitvreten. Of ze naar een parenclub gaan. Of een meisje erbij doen. Of weet ik het. Dat interesseert me allemaal helemaal gereed. Nee. Dan moeten ze, ik vind namelijk ook niet. Ik vind namelijk niks gek. Als je het hebt over, over relaties en seksualiteit. Bestaat een relatie zonder seksualiteit? Nee. Nee? Zeker niet voor mij in ieder geval. Okay. Kan je je voorstellen dat het voor andere mensen wel zo zou zijn? Ja, het schijnt zo te zijn, maar bij het idee word ik heel ongelukkig. Ja? Ja, als je... Even vanuit gaan dat je allebei gezond bent. Ja. Bestaat mijn relatie 60-40 uit seks? 60% seks. Echt waar? Ja, dat vind ik wel... Nou, in ieder geval iets meer dan de helft, ja. Dus je bent echt wel heel seksueel ingesteld. Ja, ik vind het wel... seksueel is niet alleen op iemand liggen en geile filmpjes kijken. Dat is natuurlijk ook iemand vastpakken, liefhebben, hand in hand lopen. Dat is seksualiteit. Intimiteit. Ja, dat is het. Ja. Maar intimiteit en seksualiteit gaan toch letterlijk hand in hand met elkaar. Ja. Ja, je hebt ook echt wel heel mooie verschillen ertussen. Maar voor jou is dat wel, als je het dan hebt over die 60, 40... Voor mij is dat allemaal één containerbegrip. Oké, dan is alles container, alles wat maar fysiek is en lijfelijk is, dat valt onder met seksualiteit. Partner, ja, met je partner, ja. Of partners, of in ieder geval alles wat toelaatbaar is binnen de bandbreedte van de relatie of afspraak. Ja. En is dat ook altijd al dus zoiets geweest? Dus valt er niet op. Nee, dat is wat anders. En kinderen mogen er dat ook. Dat is wel intimiteit, maar iets dat is weer geestelijk en dat is weer iets anders. Maar kinderen ook niet. Ik ben ook, wat dat gaat, heel ouderwets. Ik vind kinderen en ouders die met elkaar in bed liggen, dat hoeft allemaal niet. Nee, maar... jij kan wel voor je gevoel ook onderscheid maken tussen... Ik geef mijn partner een knuffel, ik geef mijn kind een knuffel. Of zit daar ook wel overlap in? partner knuffel? Nee, want mijn partner zoen ik op de mond. Ja, ja, ik zoen graag mijn partner op haar mond. En dat doe ik niet bij mijn kinderen. Nee? Nee. Wat? Gewoon, dat doe ik niet. Ik knuffel me helemaal gek, maar dat doe ik niet. Weet niet waarom. Maar nooit gedaan? Nee. Nee?
Wat gebeurt er dan als je andere ouders... Dat kan wel eens, maar het is niet zo... Maar het is wel dat ik denk, nee, ik doe dat gewoon niet. Dat vind ik... Ik ben heel sane wat dat begaat. Heel rechtlijnig. Ja. Maar als je dan andere mensen dat wel ziet doen? Moet ze lekker zelf weten. En de moeders van de kinderen? Nou, dat weet ik niet. Als het geen hysterische moeders zijn, kan ik er hoop van ze hebben. Maar je eigen moeders van of je eigen moeders van jouw kinderen? Oh ja, dat moeten ze zelf weten. Ik doe het alleen niet. Ik vind misschien is dat mijn opvoeding. Of is dat een, weet ik veel, of er, misschien dat ik heel rigide daarin ben. Dat wel en dat niet. Ja. Ik lig ook naakt graag in bed. Maar als een van mijn kinderen bij komt, heb ik iets aan. Ja, dat ben ik gewoon... Is dat dan voor jou? Ik weet niet of dat ouderwets is, dat ben ik gewoon. Nou ja, dat mag je natuurlijk gewoon zijn. Ik weet niet of dat per se ouderwets is, maar is daar dan... Het niet boeiend of het ouderwets is, dat vind ik gewoon... Het werkt voor mij. Maar is dat dan voor jou waar inderdaad het stukje... het seksueel vrij zijn en intiem kunnen zijn met je partner... heel duidelijk dan een grens heeft... wanneer er dus bijvoorbeeld een kind bij in bed komt liggen eventjes? Ja. Ik vind... Dat je dan wel, zonder kind wel die vrijheid voelt, maar op het moment dat die kind er is, dan is het niet gepast om... Ja, maar ik heb het ook met dieren, vrouwen die helemaal gek zijn, of mensen überhaupt, die helemaal gek zijn van honden bijvoorbeeld. Dat een hond in bed komt, terwijl je naakt bent. Ja, ik heb daar gewoon, dat vind ik gewoon goor. Ja. Dat is het. Maar vind je het een hond, is dat dan net zo goor als wanneer je kind erbij komt? Of is dat gewoon echt iets heel anders? Ja, het is wel iets anders, maar dat vind ik sowieso vies. Wat is voor jou de puurste vorm van intimiteit? Hand in hand lopen en niks hoeven zeggen. En elkaar snappen. Science fiction was dit. Ja. Niet mogelijk voor jou? Jawel, wat een grap. Nee, maar het is vaak dat je... mensen die roepen vaak, zeggen wat is de puurste vorm? Is meestal meer een wens dan... Wat ze meemaken, ervaren. Ja. Nou komt niks te kort, dat gaat niet om. Maar het is wel... het is wel zo dat... ik vind dat wel boeiend als je iemand vastpakt... en je hebt dat vertrouwen, weet je, het vertrouwen om, je blijft een individu. Mm-hmm. Je zoekt elkaar op en je connect. En dat uitdragen, dat vind ik interessant. Is dat wat intimiteit is voor jou? Ja. Intimiteit is niet zozeer met iemand seks hebben. Kan, maar dat is een gevolg. Gevolg van het eerste. Eerst moet mijn basisveiligheid met iemand kloppen. Dan kom je weer bij dat stukje veiligheid. Ja, altijd. De veiligheid is mijn... het komt in alles terug. Dat heb ik in alles. Ja. En op het moment dat je geen partner hebt... wat gebeurt er dan met die intimiteit als die er niet is? Merk jij dat? Voel je dat? Of haal je dat ergens anders? Intimiteit zit in jezelf. Hè? Of dat moet je uiteindelijk uit jezelf halen. Tenminste, de openstaan voor... Mm-hmm. Of, ik ben niet iemand die heel lang alleen is geweest, een paar keer. Maar nee, ik geloof niet dat ik... wat was je vraag eigenlijk? Als je alleen bent, wat gebeurt er dan met die intimiteit? Zoek je het dan ergens anders? Of ik naar de hoeren ga? Nou, nee, dat was zeker niet mijn... Ja, wat bedoel je dan met intimiteit? Nou ja, maar jij zegt dat intimiteit, dat is voor jou belangrijk. Hè? Ook voor dat stukje veiligheid, de basis. Op het moment dat je dan geen partner hebt. Maar dan kun je toch ook uit vrienden, vriendschap? Ja, nou, dat is mijn vraag. Dus... Ja, kinderen, vriendschap, ja. Hond. Dan mag de hond er wel. Nee, ja, maar dat is... En ik vind alles is ergens goed voor. Merk je dat jij anders met je kinderen omgaat op het moment dat jij geen partner hebt? Nou, geen partner hebben en alleen wonen, dat zijn twee dingen. Okay. Dus
Ja, ik doe veel met mijn kinderen alleen, sowieso. Want je woont sinds recent, woon jij? Half jaar, ja. 7 maanden. Ik ben alleen met ze op vakantie geweest. Maar ik kan goed dingen alleen doen. Ja. Maar merk je dan ook dat je meer behoefte hebt aan dat stukje intimiteit met hen? Heb ik altijd. Als ze bij mij zijn, dan zorg ik dat het veilig is voor ons. Dus voor hun ook, maar voor mij ook. Dat betekent dat ik goed plan. Dat we leuke dingen doen. En dat ik het overzicht kan houden. Maar dat vind ik ook in... Dat, alleen relaties waar ik overzicht... Een globaal overzicht heb. Mm-hmm. Dus dat is dan vertrouwen. Dan gedij ik en anders niet. Ja. En hoe gedij je op dit moment? Ik kan jou vragen. Jij bent de kenner. Hoe kom ik over? Nou ja, op zich een beetje zoals jezelf. Nee, ik geloof dat ik oké ben. Ja? Ja. Rustig. En ik heb het... Volgens mij heb ik het overzicht wel. Hoe voelt dat? Ja, prima. Soms even wennen, want ik vind de rollercoaster in het leven ook wel interessant. Maar het is niet zo dat ik... Ik gedij niet bij ongeluk, dus ik vind dat er wel fijn. Ja, want is het een bewuste keuze van jou geweest om op jezelf te gaan wonen? Ja. Ik wilde graag alleen wonen. Omdat ik tijd voor mezelf nodig heb. Mm-hmm. En ik ben veel aan het werk. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk veel minder egoïstisch dan ik aanvankelijk dacht. Alleen ik ben op mezelf. En dat heb ik moeten leren waar egoïsme, CQ egocentrisch, mm-hmm, handelen. Mm-hmm. En je tijd nodig hebben. Want dat is een flinterdunne scheidslijn. En daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En dat vond ik altijd moeilijk om die plek zeg maar in te nemen. Je eigen ruimte te mogen hebben. Ja. Maar ja, weet je, een van mijn beste vrienden is een artiest. En die heeft gewoon 3 maanden afstand genomen van zijn gezin om een kunstwerk af te maken. Dacht ik, wow, daar heb ik nog een lange weg te gaan. Zou je dat kunnen? Nee, dat zou ik niet kunnen. Zou je dat willen? Nu niet. Nou ja, ik zou het wel willen kunnen, maar 3 maanden vind ik heel lang, want ik ben heel gesteld op mijn kinderen. Ja, dus inderdaad zou je dat willen kunnen. Nou, dat is weer zoals we begonnen. Je hebt kunnen en je hebt willen. Nee, ik geloof niet dat ik alles zou willen. Dat is dus een bewuste keuze van jou geweest. Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Waarop? Op het feit dat je op jezelf ging wonen. Ik heb redelijk uitgebalanceerde vrienden. Mm-hmm. Dus het was meer over. Waar ga je wonen? Ja. Maar niet. Ja, maar moet je dat dan? Nee, dat soort vrienden heb ik ook niet. Dus. Oh. En de vrienden uit Amsterdam zeiden. Oh, dan gaan we weer koken samen. Dus het is altijd wel. Dingen zijn ergens goed voor. Dus. Begrepen ze het ook waarom je het wilde? Mensen die me goed kennen, die snappen dat wel. Ik heb eigenlijk niemand gehad die zei, moet je niet doen. En bij scheiding was je daar eigenlijk heel open over, wat daar gebeurde en wat er aan de hand was. Ook op de radio was je daar heel open over. Ja. Ja, dat was ik heel open. Dat was niet het meest handige van mijn leven. Ja, ik weet nog dat ik zat in de auto en ik hoorde dat. Toen dacht ik, wow, oké. Aan de ene kant heel mooi dat je dat zo doet. Aan de andere kant ook de vraag, maar waarom? Ja, weet ik eigenlijk ook niet waarom. Als je zegt, zijn er een aantal dingen in je carrière of leven die je anders had gedaan? Ja, heel veel. Ja. En dit is er één van. Ik had
ja, dit had ik gewoon niet moeten delen. En ja, ik dacht toen, ik kwam ook in het soort bedrijf waarvan ik dacht, nou, dat kan daar wel, of dat moet, of dat... dat is 5 jaar geleden, denk ik. Ja. En nou, dat zou ik nu nooit meer delen ook. En deed je dat voor jezelf of deed je dat voor de luisteraars? Dacht je... Nee, voor mezelf. Ik doe nooit iets voor de luisteraar. Ik bedoel, uiteindelijk, de luisteraar is je klant. Mm-hmm. Maar ik heb dan nooit laten leiden door, nou, dat scoort of dat niet. Of, ik dacht dat ik dat moest delen toen. Ik weet ook niet waarom. Dat het goed voor jou zou zijn. Nee, maar ja, misschien emotioneel goed voor me zou zijn om het... maar nee, ik had dat niet. Nee, dat had ik niet moeten doen. Ja, zo gaan dingen. Ja. Maar heeft het jou beïnvloed? Heeft het jullie relatie onderling op dat moment beïnvloed? Ja, ik had andere verwachtingen toen dan zij. En over en weer, het werkte gewoon niet. En ja, ik dacht, door dat te delen, misschien werkt het dan wel. Of, maar het was al lang niet meer, weet je, dat kan. En het werkte wel, je hoopte dat het dan wel werkte als en dat jullie weer bij elkaar zouden komen? Nee, het was gewoon, ik weet ook niet, soms doe je dingen, het overdonderde me, dus ik dacht, ja, het soort nieuws van de dag, alleen het pakt een beetje verkeerd uit. Ja. Want het overdonderde, het was niet jouw keuze? Nee, mensen gaan niet zomaar ineens uit elkaar, alleen... Ik zou dat nu niet meer delen. Dat bedoel ik. Dus ja, meer een... ik weet niet wat het was. Ik wilde dat als soort van... Wat heb jij vandaag meegemaakt? Nou, dat... Nou, letterlijk als nieuwtje van de dag. Ja. Niet wetende dat het zo... breed uitgemeten zou worden. Ja. En nu zou je dat anders doen? Of nu heb je dat anders gedaan? Ik zou dat nu überhaupt niet meer delen. Nee. Omdat het ook, ja, het dondert niet. Het gaat niemand wat aan. Het is ook iets, ja. Zo doe ik het. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Hoe is jouw relatie nu met zowel Tatum, je eerste vrouw, als Aafke? Met Aafke heb ik een vriendschappelijke band. En dat komt omdat dat haar kinderen, of onze kinderen, gezamenlijke kinderen, het meest bij mij zijn. Mm-hmm. Tenminste bij ons samen. Wij hebben echt niet co-ouderschap, maar echt vriendschappelijke omgang. En Toy is wat ouder. Dus Toy en Tatum hebben meer hun eigen leven. Ja. Dat is hier wel gehoorig, hè? zie jij jezelf wel oud worden met iemand? En met mijn hond? Ja. Ja, weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik weet niet of het mij gegeven is om überhaupt oud te worden, maar... weet ik niet. Dat vind ik helemaal niet. Dat houdt me ook helemaal niet bezig. Je hebt toch vrienden en kinderen en. Dat ligt aan wat alleen. Je hebt alleen en je hebt eenzaam. En steeds meer mensen wonen alleen, leven alleen, doen alles alleen. De hele generatie die nu ouder wordt, mm-hmm. dat zijn heel veel alleeners. Ja. Nou, prima toch? Dus het idee dat jij dan in ieder geval alleen zonder partner zou oud worden, betekent voor jou niet dat je dus ook eenzaam zou zijn? Nee, ik zou wel met een partner willen zijn. Alleen, het zijn allemaal fases waar mensen moeten leren. En vooral als je ouder wordt of niet meer heel jong bent, ga je dingen zien. Tenminste, als je wat oppikt in het leven. Van signalen, dan ga je dingen oppikken, dan ga je ervan leren en dan ga je die toepassen en dan ga je dat herintroduceren bij jezelf en dan ga je jezelf overtuigen. En ik denk dat het allemaal fases zijn om uiteindelijk weer echt een stap verder te komen. Ja.
En jij gaf zelfs aan dat jij het niet meer geloofwaardig zou vinden als jij nog een keer zou trouwen. Nou, dat is vooral een grap, maar het is natuurlijk in elke grap zit de kern van mij. Tuurlijk, dus ja, als ik nu iemand ten huwelijk zou vragen, die denkt ook, ja, voor hoe lang dan? Ja, dus denk je ja, dat denk ik. Dat zou je, maar ik mag niet voor iemand anders denken, maar dat zou ik zou dat denken. Ik heb iets minder met überhaupt het fenomeen trouwen. Ja. Ik vond de feestjes erg leuk. Ik kan niet echt zeggen dat het was de mooiste dag uit mijn leven. Of waren het de mooiste dagen? Nee. En wat is het huwelijk voor jou dan wel? Het was op allebei de dagen voelde ik me helemaal niet lekker. Al die aandacht. En ik vond het gewoon niks. En waarom heb je het dan wel gedaan? Trouwen besluit je, zoals je misschien weet, niet alleen. Ja. Het schijnt. Hè? Ja. En dat is het concept, hè, dat je dat samen doet. En, dat je samen een keuze, maar, samen aangaan. Dat was niet. Dat was gewoon niet wat ik ervan verwachtte. Want wat verwachtte je er dan van? Ik dacht, weet ik wel, dat de hemel open ging. Ja. Zonnestralen, champagne, vuurwerk en dat soort. Ik vond de taart niet te vreten. Twee keer. En je bent de hele dag bezig met mensen een handje geven. En op het einde van de avond kom je erachter dat je helemaal geen leuk feest hebt gehad. Is dat een beetje symbool voor heel veel dingen gaan in het leven? Want ik heb een heel leuk, ik heb een heel leuk leven. Misschien is dat het wel. Misschien heb ik wel gewoon een heel leuk leven. Dat ik dat gewoon kut vind. Ja. Dat soort dingen. Want ik heb namelijk echt. Ik ben over het algemeen wel een opgewekt mens. En alleen, ik ben wel heel zeker van dingen die ik wil. Anders doe ik niet wat ik doe. Nou, zoals radio. Ik weet precies hoe ik een radioprogramma wil maken. En ik wist 25 jaar geleden precies wat voor soort dingen ik wilde maken. Namelijk, doe ik er met tekst erin. Typografische kunst. En ik hou gewoon vast aan dingen. Ik ben wel anders geworden, maar ik ben precies dezelfde kunstenaar als toen. En ik ben precies dezelfde radiomaker als toen. Ik leer wel dingen, maar ik ga er niet meer vanaf. En zo ben ik ook in relaties. Ik denk dingen. Dus ja, soms is dat heel fijn en soms is dat heel onaangenaam. Dus dan blijf je weer bij dat rigide stukje. Dit is hoe het voor mij is. Nou ja, ja, dingen werken voor mij zoals ze voor mij gaan. En dan kan ik ook geven. Maar ik denk als je iemand hebt die dat snapt of die gelijkgestemd is. Ja. Dat je dan. Ja, maar weet je, ik vind het ook gevaarlijk om. Relatie hoeft niet symbiotisch of symbioos te zijn. Dat vind ik ook eng. Het is namelijk geen dans. Want met een dans geeft namelijk één iemand maar de maat aan. Ja. Niet allebei. En ik wil het leven namelijk ook helemaal niet de baas zijn. Of, ik wil dat het natuurlijk verloopt. Dat is een golfbeweging. En dat je elkaar snapt en wil begrijpen. En wil vastpakken en omarmen. En elkaar de goede weg elkaar ultiem vrijlaten is het ultieme omarmen. Is dat voor jou nu het belangrijkste binnen een relatie? Het elkaar kunnen vrijlaten? Nee, een relatie is zoals je met je kinderen omgaat, zo moet je ook met je partner om willen gaan. En wat is dat dan? Vrij willen laten, maar wel beschermend. Zorg dat de basis veilig genoeg is dat je de afstand kan toelaten. Ja, want aan je kinderen ga je toch ook niet vragen, waar ben je geweest? Nee. Dus ben je benieuwd, waar ben je geweest? Ja, en je zorgt dat de basis, dat het thuis goed genoeg is, dat het veilig genoeg is. Ja. Dat als ze weggaan, dat ze altijd weer terugkomen. Ja. Ja. Heb ik moeten leren, want ik ben best wel uit onzekerheid bezitterig geweest. En dat brengt je sowieso niks. En ik ben eigenlijk wel redelijk tegenovergestelde geworden nu ik. Eigenlijk, laat ik zo zeggen, ik ben nu pas wie ik ben. Ik wist wel dat ik dit was, maar ik durfde het nooit toe te passen. En nu durf je dat wel? Ja, omdat er niks. Als je gelukkig wil worden en een beetje het leven in balans wil hebben voor jezelf, dan zit er maar één ding op en dat is eerlijk zijn.
Eerlijk naar jezelf. Ja, en ook eerlijk naar anderen. Ja, rekening houdend met een ander, af en toe. Ja, maar als de boodschap maar duidelijk is. Ja. Ja. Een boodschap mag altijd liefdevol blijven. Ja. Heb jij terugkijkend op je leven een grote liefde gehad? Een paar. Ja? Ja, zeker. Maar de grap is dat ze allemaal wel een ander stuk hebben ingevuld. Dus vroeger, dat zal ik nooit vergeten, dat is wel heel grappig. Ik was verliefd op de Spice Girls. Want met z'n vijven was het één lekker wijf. Ze hadden van alles in één. Ja. Eigenlijk dus één persoon verdeeld over vijf vrouwen. En heb je ze ook mogen ontmoeten? Ja, maar dat. Nee, maar ik was niet echt verliefd. Maar ik bedoel dat het gegeven. Ja. De een was sportief, de ander was knap. Dus het was heel grappig. En dat heb ik altijd een beetje in mijn hoofd. Van, het is. Als je. Daarom geloof ik ook niet in. Hoe heet het nou? Tinder. Mm-hmm. Dat. Iemand op foto's, dat werkt niet, behalve als het om seks gaat, alleen. Maar anders werkt het helemaal niet. Want je swipet op een foto, 2D. Het is helemaal niet wie de persoon is. Nee. Dus ik denk, het kan alleen maar tegenvallen. Want je selecteert iemand op zijn uiterlijk. En uiterlijk, dat is natuurlijk alleen maar een hele rits aan verwachtingen. Mm-hmm. Dus denk, oké, maar dat uiterlijk zie je na 3 keer niet meer. Dus er moet meer zijn. Dat hoop ik. Je bent zelf verantwoordelijk om dat stuk te pakken. Daar bepaalt niemand. Je wordt geboren uit iemand. En daarna heb je op een zeker moment heb je het zelf voor het zeggen. En daarom heb ik ook ontzettend hekel aan mensen die blijven hangen in boehoe, gejammer, gejank, psychologisch gejank van vroeger. Dat is achter je. Kijk naar voren. Dus hoe ben je... Met alles geldt ook een liefde. En niet een liefde blijven hangen. Als we dingen niet werken, werken ze niet. En door. Ja. Mensen zijn heel angstig. Dan ben je alleen. En dan moet je alleen oud worden. Beter alleen oud worden. En in balans. Dan met z'n tweeën ruziend op de bank. Nou, dat echt. Fuck it. Daar pas ik voor. Ja. Ja. Zijn er nog dingen over relaties, over seksualiteit, die jij zou willen weten? Waarom ik seks met mannen nooit interessant heb gevonden. Jij zegt, ja, iedereen probeert toch van alles. Dat heb ik nooit gehad. Vind je dat gek? Ja, het schijnt erbij te horen, maar ik heb dat nooit gehad. Ik heb ook die interesse niet. Ik vind vrouwen te interessant daarvoor. Maar het is wel bijzonder dat als andere dingen, als andere mensen dingen doen, dan interesseert je het niet, dan wil je niks geks. Nee, ik vind ook niks gek. Als ik morgen zou denken, ik heb gevoelens voor een man, dan ben ik de allereerste die dat gaat uitproberen. Mm-hmm. Maak je geen zorgen. Ja. Maar je lijkt het dus wel wat gek te vinden, of ongewoon te vinden, dat je zelf dat dus niet ervaart. Nee, maar het zit er niet in. Dus ik denk, maar ook ik heb ook niet, wat ik net zei, ik hoef ook niet het heel weekend wakker te zijn. Dat boeit me ook niet. Nee. Maar dat is gewoon wie je bent dus. Nee, dat vind ik ook gekkig, want al mijn vrienden hebben dat wel. Ja. Maar van hun vind je het niet gek. Nee. En laat je ze, maar je vindt het wel gek van jezelf dat je het niet hebt. Ja, ik denk altijd, hè, waarom heb ik dat allemaal niet? Ik heb ook niks met sportauto's. Nee, ik ook niet. Ja. Maar ja, is dat niet gewoon, jij hebt wel weer dingen met andere dingen waar andere mensen weer niks mee hebben. Ja. Ik ben nog zoekende, want ik ben ook geen metroman, dus ik ben ergens ertussenin. Ja, maar zou het gewoon kunnen dat jij gewoon jouw unieke... Dat zou heel goed kunnen. Misschien is dat wat het is. Ja. Een alleen wonende lettergek, mm-hmm, met een hond. Met een hond. Die gek is op zijn kinderen. Ja. En tegelijkertijd leeft in een wereld van de showbiz. En zichzelf terugtrekt in zijn atelier.
Leef ik in de wereld van de showbiz? Zo ervaar ik dat zelf niet. Nee? Nee, ik ervaar dat zeker niet zo. Want de wereld van de showbiz is een... ook wat je er zelf van maakt. Ik werk bij de radio. Dat vind ik iets anders dan leven in de showbiz. Maar iedereen kent jou. Iedereen weet wie jij bent. Misschien komt het omdat ik mijn werk goed doe. Iedereen kent de eigenaar van Blokker ook. Dat is ook geen BN'er. Nee, dat is een winkel. Ja, doet ook zijn werk goed. En jij bent toch wel een BN'er? Ja, misschien ben ik wel een winkel. Want ik doe radio, ik verkoop radio en ik verkoop kunst. En van het eerste weet ongeveer iedereen wat ik doe. Maar dat komt ook omdat je het lang doet. Ja, maar zie jij jezelf wel als bekende Nederlander? Nee, het overvalt me altijd weer. En dat klinkt misschien gek, maar ik ben daar... Alleen nu, als jij dat zegt... Het komt niet aan in mijn... Ik heb altijd geprobeerd om het aan te laten komen, maar het komt niet aan. Het is totaal iemand anders. Als ik op een billboard sta langs een snelweg, dan ben ik dat ook niet. Dan kijk ik daarna en dan komt dat niet aan. Dat matcht niet met elkaar. Ik snap wel dat ik dat ben. Ik snap ook dat het marketing tool, dat snap ik allemaal wel. Maar ik ben dat niet. Ja, ik ben... Begrijp je? Ja, maar zo voel je dat echt dan? Dat ben ik niet. Omdat ik ben iemand anders met... De introverte. Ja, ook. Maar radio is een... Toen ik met radio begon, toen werd je daar niet een BN'er mee. Dat was niet. Je ging met radio omdat je met radio ging. En mensen die nu met radio gaan, die zijn supersterren. Ja. En die kunnen allemaal helemaal niks. Dus, maar... Jij ziet jezelf niet als bekende Nederlander. Dat is weer willen en kunnen, hè? Ja. maar ik vind een bekende Nederlander vind ik zo'n gradatieding. Want? Wat zegt dat dan over iemand als die een bekende Nederlander is? Ik vind zo weinig zeggen over je kunnen. Ze zegt, iedereen kent je als radiomaker, zeg ik, nou, dat vind ik fijn. Want daar heb ik heel hard voor gewerkt. En een aantal mensen kennen je als beeldend kunstenaar. Dan denk ik, nou, fijn. Dus inhoudelijk ook wat jij doet en wat jij wil doen. Ja. En ik heb een ontwerpbedrijf, dus dat is allemaal fijn. En daar doen we wat waar we goed in zijn. En schilder maak ik dingen uit mijn hart. Dus dat het is ook een soort van erkenning, heel flauw. Maar een BN'er heb je niet als beroep. Nee. Is dat misschien het verschil tussen jou en veel anderen binnen de showbiz? Dat zij zichzelf wel identificeren als bekende Nederlander? Nou, ik denk als je dat überhaupt doet, dat vind ik een heel leeg bestaan. En ik wist niet dat je bekend ging worden met radio. Dat was echt in mijn tijd echt sowieso niet. Ja. En weet je, social media was er niet. Ja. Zou je wel eens minder bekend willen zijn? Nou, zo bekend ben ik niet hoor. Ik kan gewoon overal gaan en staan. Ik moet alleen niet een of andere... je moet alleen oppassen wat je doet. Bijvoorbeeld praten over je relatie. Ja. Of te veel geven. Want je schaadt iemand anders. En dat vind ik het enige nare, dat je iemand anders kan schaden. Kinderen of partners. Maar voor mij maakt het niet uit. Ik zie het toch anders. En als laatste vraag. Van wie denk je dat ze een leuk of interessant verhaal hebben te vertellen over hun relatie? En bekend iemand? Mag. Bekende Nederlander. Jeetje, dat vind ik een gewetensvraag, want ik weet het. De twee poppen op in mijn hoofd.
Suzanne Visser, omdat ze heel erg eerlijk is. Mm-hmm. En fijn mens, mooi mens, slim. En de ander is... ja, ik zat nog even te denken aan Faya Laurens. Mm-hmm. Die heb jij ook gesproken. Ja, die is namelijk heel rauw. En daar is eigenlijk, daar schuilt nog zo'n groot verhaal achter. Daar kwam ik niet bij. In die 30 minuten? Ja. Maar überhaupt, zij is heel erg bezig met... Ze is heel wantrouwend. Dus daar moet je echt 3 dagen mee gaan praten voordat ze eerlijk is tegen je. En Matthijs van Nieuwkerk lijkt me interessant. Ik denk wel dat het dat die privé en zakelijk heel anders is. Ja? Ja. En voor de rest, als ik voor mezelf kijk, maar ja, weet je, ik heb een hele lijstje met mensen, maar daarvan weet ik toch al, die gaan nooit de waarheid zeggen, dus dat vind ik ook niet interessant. Nee. En van deze denk je, die zouden misschien... Nou, met Faya Laurens vind ik dat echt wel een ding. Ja, maar dat is ook een beetje een uitdaging dan. Ja, dat, omdat ik het echt wel, maar... als ik voor jou denk, dan zou ik echt qua fijn mens... Suzanne Visser. Ja, Suzanne Visser, zeker. Okay. Dan gaan we eens kijken Of we die schrek kunnen krijgen. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Vind je de video nou leuk? Vergeet dan niet om even een duimpje omhoog te doen. En als je meer wil zien, abonneer je dan op ons Ilvi-kanaal. Doei!